Yo guys van Nana Dan, what the fuck, we worden onder schot genomen. Oh. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Division op mijn kanaal. Oké, jongens, Robbie heeft het even veilig gemaakt zodat ik dit kan fixen. Laten we eerst even dit oppakken. Hi, dankjewel. Charles, I got your message regarding the situation in New York and I think you're absolutely right. Things are going to get out of hand faster than the government realizes. They're going to lose control before they've even signed the deployment orders. If you ask me, the only thing that's going to work is to impose absolute authority on the population. People are scared and angry, and that's when they'll act stupid and risk the lives of others. I've seen it too many times. Now, you want to shut those instincts down and enforce zero tolerance. Anything beyond that is not going to produce results. And in the long run, that will cost you a lot more than hiring my people. Nou, jongens. Met dank aan Robbie is dit gebied nu dus even safe en kan ik mijn intro doen, want gewoon tijdens de intro ging het helemaal fout. Wat ik dus wilde inleiden is dat we op 200 meter afstand zijn van, in dit nieuwe district, een nieuwe safehouse. Als we in een safehouse zijn aangekomen, want dan gaan we heen, we gaan het ontdekken, krijgen we XP voor, we gaan het natuurlijk... Oh, dat is weer een nieuwe groep. Oeps, niet die. Wel die. Zo, dat doet veel damage niet. Oké, nou helemaal niks hier, gewoon stil. Als we dus aankomen in het nieuwe gebied, krijgen we waarschijnlijk XP daarvoor. Weer enemies, het blijft doorgaan hier. Sterf is allemaal, joh. Irritante gasten. Er zijn ook echt een level boven me, dus ze zijn bloedirritant. Zo ja. Dus ik zal de map er even bij pakken om het duidelijk te maken. Dit is een gebied wie nieuw is voor ons. We gaan dus deze safehouse overnemen. Als we dat hebben gedaan, gaan we vanaf die safehouse naar de nieuwe en laatste missie. Ik ben benieuwd, jongens. Lego. Hoe komen we hier binnen? Weet Robbie dat? Ben ik weer blind? Ah, hier. Ik ben echt blind. Readings indicate this area is safe. Dit is ook een trophy, hè, als we gewoon elke safehouse vinden. En het is best wel cool om elke te ontdekken, zodat je gewoon goed kan rondkijken wat je aantreft hier allemaal. I know you're here to help, and God knows we need it. But before we get started, I can't tell. To be honest, I don't care. It could be 4 a.m. for all I know. What I do have is a little more info on my directive. That would be greatly appreciated. Nou, en alle sidequests komen nu binnen. Dit is dus ook de manier hoe we dus uiteindelijk de hele hoofdkwartier kunnen upgraden. Zodat je dan aan genoeg voorraden komt voor elke afdeling. Dat is niet wat we deze aflevering gaan doen. Nein, wij gaan echt gewoon met de hoofdverhaallijn verder. Zeker nu we deze safehouse in het nieuwe gebied hebben overgenomen. Kan de volgende aan en dat is dus echt de hoofdmissie. Laten we erheen gaan, ik ben benieuwd. So, this is the big one. LMB's last foothold on the island is the last place you'd expect those sons of bitches to hole up. The United Nations. And since nobody's going to pass any sternly worded resolutions to get them out, it's up to us. We've got ears on their comms and eyes on the compound, and it's clear this is where Colonel Bliss wants to make his last stand. It's also likely they're still holding Now I know you've got nothing to do with those last man battalion people, but they think they've got the right to just come in here and take people away. Those are valued members of our community they're taking. I want you to put a stop to this nonsense and get those people back home where they belong. Wow. Ja, het ziet er hier sick uit. Waarschijnlijk krijgen we dus nu ook weer een gebied, kijk, zie je, waar ik opnieuw andere agenten kan zoeken. Alleen maar mooi, we doen een matchmaking van dit matchmake. Robbie heeft de missie al gedaan, wij nog niet.
En we zullen het zien. If we're gonna reclaim the UN from those LMB types, step one is getting you past those guns and inside the wall. My people will draw the sentries' attention, mainly by shooting at them. That should buy you enough time to use breaching charges and cut your way inside. This has been a public safety announcement from the last man. Another agent has joined your team. Oké, dat gaat snel. Het systeem werkt goed. Kijk, zijn gewoon agents bij Toppie. Pak het explosief. Everything's prepped and ready. We just need you to punch the clock. Clear the south gate and we'll begin the assault. Ik ben benieuwd hoor, daar gaan we dan met de agents. Spannend. Wow, inderdaad, what the fuck? What the fuck, game? En neer. Terwijl ik wel nog mezelf hield terwijl ik op de grond ben. Wat is dit nou weer? Ja, meteen neer. Veel te overdreven hier. Zo druk. Nou, dan weet ik dus ook meteen wat ik wel en niet kan doen. Op level 28, terwijl ik 27 ben. Ik zal even goed achter ze blijven, want dit is een ramp. Oh, nou, het is alweer gedaan. Zo snel neer. Cool. Al die GTF-gasten komen ook mee. Nou, ben benieuwd. We're through. Okay. There's access to the tunnels beneath the UN close by. Once in the tunnels, you'll find the breach site 200 yards north. Leave the JTF squad and go. Oh, wow, holy fuck, die hele brug zit vol. Pak ze aan, ga erheen dan. Nice. Wow. Headshot, Robbie, pas op man. Oké, we nemen dit mee. Wat is het? Oh, vette stoere lederen jas. Die kunnen we altijd wel gebruiken. Wat erbij bij moderne waterdichte schoenen. Nou, toppie. Kan niet wachten. Ik was ook net van plan door het water te gaan remmen. Oh, hij breached hem al. Nice. Boom. Hostiles inbound on your position. Kijk al die ballen gaan. Yeah, nice. Warning. Hostiles inbound on your position. En ik ben al een beetje ingekomen hoor, nice. Granata, oh vizier.
Oh! Hoe kan ik nou zo snel neer zijn? Waarschijnlijk sniper of zo. Ah, kut. Ga staan, kut, joh. Wow, kijk hem. Wat is dit, man? Ik ben afgeleid. Oh man, die glitch is veel te awesome. Alweer? Whoa! Phew! Ze komen ook allemaal uit rare kamertjes, hè? Dat werkt echt, dat systeem werkt gewoon precies hetzelfde als Destiny. In Destiny zijn het van die eindeloze grotten, dat de achterkant zwart is en waar je niet kan kijken waar ze vandaan komen. Hier zijn het gewoon de meest random deurtjes waar ze uitspannen. Ik vind het prima. Grappig systeem in ieder geval. This is taking too long. We need those turrets turned around and the main gate open. Now! Wow, die turret staat daar. Dat had ik niet door. Dat wat Robbie doet is wel slim, want aan die achterkant kunnen we die turret waarschijnlijk uitschakelen. Nee, is er niet een manier hoe we dit kutding kunnen uitschakelen? Vreemd. Echt vreemd dat we het niet kunnen uitschakelen. Even goed rondkijken hoor, of er geen loot is of iets dergelijks van die kistjes. Mods kunnen we altijd wel meenemen. Hey! Don't worry about the courtyard. The JTF can hold it. Take point at the General Assembly. Blitz is your target. Take him down fast. Oh, see, there is inderdaad loot here. Maar niet hier, gewoon naar binnen waarschijnlijk. Ja, laten we naar binnen gaan. Bliss is your primary objective, but we believe Keener and the Russian are still in the building as well. I've tasked JTF squads to search for them, but if you see them, don't hesitate.
Waarschijnlijk zijn ze, als je die radar ziet, dan zie je dat het helemaal vol is met enemies. Zijn ze dan allemaal daarboven? Ja, allemaal daarboven. Oh, lekkere lag, man. Ja, lag, dat is bijna frame drop van. Gaat goed, man. We zetten echt sick druk. Het gaat echt awesome. We hebben een goed teampie. Readings indicate an echo nearby. Echo nearby. Oh ja, inderdaad joh. Wat zal hier gebeurd zijn? Kijk, ze zitten allemaal. Bliss, you better hear this. Bliss just broke radio silence. We're trying to track him. Patching it through. Lying son of a bitch, Eric Keener put a knife in our back. Anyone not on the wall needs to be hunting that traitor and his Russian playmate down. They are not to leave the compound alive. Am I understood? There is no wall, sir. JTF forces are in the building. Your helo is prepped and you need to evacuate now. Mother. Right. I'm coming up. Got it. The General Assembly Chamber. Go. Hey, Raptor! Dit is gewoon de boss, jongens. Wacht, schiet op dat ding inderdaad. Oh, nice. Het is al gebeurd. En hij is neer. Yes. Hostiles inbound on your position. Zoveel druk zetten en met al die criticals. Ik neem het wel allemaal mee wat er lag. Het is namelijk gewoon van een boss, het kan allemaal verkocht worden later. Wat ligt hier op de grond? Extra dingen, cool. Hey, herbevoorrading. Altijd welkom. Gaat goed, man. Het is leuk om het zo te spelen. Het is gewoon een lekker goed team, Piers. Je gaat er gewoon doorheen en je hebt niet al te veel moeite met die gasten. Dat is gewoon de bedoeling. Bliss. Fuck, we missed. Agent, we whiffed on Bliss, but his command staff might still be in the General Assembly. Head that way and engage. Uh-oh. Oh, dat drukzetten systeem werkt zo goed, hè. Dat telkens moeten pushen vanuit dekking en dan weer verder gaan. Brandbommetje opgepakt, nice. Die selecteren we ook meteen. Zo, brandbommetje. Nope, je kan herbevoorraden, maar dat hebben we al. Nog meer.
Your team is down. Requires assistance. Hey! Oh, ik sta in de schok, man. Allebei! Joch, let eens op. Niet alleen schieten. Nou ja, ik weet niet wat hier gebeurt hoor, maar what the fuck. What the fuck, mijn bommetje ging helemaal de trap op naar hem toe. Okay, now, we still have LMB in the building. I need you to... Sorry to cut in, Captain. Agent, this room contains any intel the LMB has on Manhattan. Find a terminal and download everything. We don't know what we don't know. Ladies get a point. Better do that. We don't know what we don't know. Whoa. Warning. Mind is blown. Kijken. Wow, nog meer. Nog een bol, domino erbij. Even 31.000 damage op de koppie. En neer. Perfect. En weer paars. Cool. Wat? Het blijft doorgaan. Lekker allemaal onder schok. Wat de fuck komt de joch doen? There's a lot of interesting data here. Looks like the LMB had eyes on everyone. There's something weird here. I'll get Rhodes on analysis right away. The remaining LMB troops are breaking. It's all over but the shouting. So, link up with our people in the courtyard. We'll see where we go from there. Okay. Wel eerst even die paarse loot oppakken daar en natuurlijk alle ammo die hier op de grond ligt. Inclusief grenades en dergelijke. Ja, ik zie dit gewoon ook echt beter dan wat ik allemaal heb. Prima, we nemen het mee. En hier pak ik inderdaad die ammo op en bommetjes. Top. Waar moeten we heen, zegt de game? Daarheen, oké. Okay. Oh, alleen hun kunnen die deuren ook openen. Kolonel Blitz. Spannend hoor. Oh, hij zit in de... Knock that arrogant fuck out of this gun.
That helo took out the master turret controls, but if he can get to each turret, he should be able to realign them manually. Put some heat on this bastard. Agent, I've got reinforcements incoming. Keep them under pressure and stay sharp. Jesus! Fuck, we zitten er ook gewoon recht onder, man. Careful, agent. We still don't know what this thing's capable of. Take cover, now! Now! Whoa! Incoming. LMB reinforcements. Watch your back down there. Warning. Hostiles inbound on your position. Reinforcements. Stay on them, Agent. Warning. Agent on your team is down. Requires assistance. Eventjes rust, hoor. De game zegt dat hier loot is, wat? Pour it on, you got him! Put that asshole in the ground! Bijna neer. Met mijn ontploffende kogels, jongens. Ja, gaat hij? Wow, wat gaat hij doen? What the fuck? How about that, agent? You just killed the CEO of the last organized threat to Manhattan. Wasn't easy and we lost a lot of good people, but you broke the LMB's back. Nobody's gonna be sweeping neighborhoods telling people join or die at gunpoint. Not without Bliss running the show. Still gonna be squads of them out there, but without the big man, we can handle them every day and twice on Sunday. Aha. Endgame, babies. Bereik niveau 30 om dagelijkse missies te ontgrendelen en Phoenix credits te verdienen. Besteed Phoenix credits bij het verkooppunt van speciale uitrustingen in de technische vleugel van het hoofdkwartier. Verken de diepte van de Dark Zone en laat je gelden tegen NPC's van hoog niveau en deserteurs voor de beste buit in Manhattan. En vergeet niet te kijken of er updates zijn. We voegen regelmatig nieuwe endgame content toe voor PvE en PvP. Hopla! Ik denk dat dat duidelijk was, of niet soms? Dit is The Division, qua story. Het geeft je een paar verhaalmissies. En vervolgens gaat het over op Endgame Dark Zone events. PvE of PvP, maakt niet uit. En kun je natuurlijk daily missions, daily challenges en ja, eigenlijk hoor even wat ik zeg. Daily. Ik moet meteen denken aan de Destiny gewoon. Daily dit, daily dat, de weeklies, de nightfall strikes. Je gaat eigenlijk gewoon dezelfde missie spelen, maar dan op een teringhoog niveau. En dat kan je doen door ja, challenges, challenge mode. Het is gewoon Destiny, maar dan in een andere setting, man. Ik ga wel even naar de uitgang. En als we dat dan hebben gedaan, gaan we kijken of het hoofdkwartier nog wat te bieden heeft voor ons. Maar een toffe ervaring was het zeker. Dat was het zeker. Ah, ik moet inderdaad weg. Maar ik heb doorgerend en ik heb nog extra keer. Alleen het is wel super slecht.
What the fuck staat opeens links onder in beeld? Bijgebracht 100 miljoen keer. En we zijn bij de uitgang. Een van je wapens is van mindere kwaliteit. Ja, duh, dat is deze shotgun. Dat is gewoon een groene shotgun. Ik was gewoon niet van plan daarmee te spelen, man. Dus de game heeft eigenlijk gewoon geen missies meer. En het hoofdkwartier die heeft ook niet heel veel, zeggen ze nu. Wat we alleen nog even kunnen doen. So, here we are, agent. We've made a pretty good team, I think. Done a lot for this city. A lot more than people thought we could. You and I both know this is. Hey! Waarom valt de tekst uit? Hey game, wat doe je, man? Geef me die tekst terug. Ja, game, niet slecht voor de tweede golf, vind je ook niet. En dan geef je gewoon geen uitleg, man. Raar. Maar ze zeggen dat er een nieuwe missie is toegevoegd, tenminste dat zag ik staan. Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met zo'n missie, gewoon een sidequest. Niet echt een grote missie of iets dergelijks. Of toch wel. Onbekend signaal. Het is een redelijk grote missie, zeker als je het vergelijkt met andere missies. Dus we gaan eigenlijk fast travelen daarheen. En dan vanaf dat punt kunnen we dit nog ontdekken. Maar het enige wat ik nog even wil halen in deze opname is deze safe house, zodat we een trofee vrijspelen. Tijdens de aflevering. Dus dat gaan we even doen. We rennen dus even flink door. Dat wordt geknipt in het bestand. En tot zo. Leaving soldiers. Leaving them into battle. Warning. Potential hostile stronghold identified. Dat is toch raar, jongens. We zijn dus nu bijna bij de laatste safehouse uit de game. Maar je zag dus dat ik deze provincie, of tenminste deze plek, nu pas ontdek. Ik ontdek hem voor de allereerste keer. Maar er is dus eigenlijk nog geen één hoofdmissie geweest en die gaat er ook niet komen. Niet in het verhaal in ieder geval. Niet in de release content. Het is toch best raar dat ze gewoon een hele plek in de game stoppen waar je gewoon vervolgens nooit komt. Want we hebben dit nu bijna ontdekt. Het ziet er super ziek uit. En je hebt dus ook zo'n gebied in de Dark Zone. Helemaal hier. Wat er ook heel tof uitziet. Maar ja, dat is wel de Dark Zone. Dit is gewoon dan eigenlijk een stuk waar alleen maar sidequests zijn. Vind alle schuilplaatsen. Hey, hier is Robbie ook. Grappig. Nou, daar is hij dan, marathon hoor. Komt wel allemaal heel laat in mijn scherm te staan, vind ik. Duurt allemaal heel lang in deze game om het allemaal te laden, lijkt wel. Zelfs een trophy duurt een uur om op te poppen. Nou, what the fuck. Zoveel mensen zijn dood, hè. Nou, wel heel cool om te zien allemaal. We gaan hier wel meteen weer weg ook. We hebben allemaal sidequests ontdekt. Wat ik nu ga doen is fast travelen naar het hoofdkwartier. Kijken of we daar nog wat kunnen doen. En dan deze aflevering stoppen, jongens. Oké, het zal wel. Ik ga even naar mijn hoofdhal. Die laat ik jullie zien. Maar als je hier dus nu naar rechts rent, dan is die pittig groot. We hebben hier kerstverlichting. We hebben hier echt gewoon een soort lunchroom. En wat bedden nog. En hier zitten mensen te genieten van de filmpje. Oftewel, ons hoofdkwartier is groot geworden. We hebben veel mensen gered. We hebben echt wel goed ons werk gedaan als de Division, tweede golf zijnde. Dit was het einde van het verhaal en tevens de Let's Play. De volgende series zullen bestaan
of sorry, de volgende afleveringen van deze game zullen bestaan uit SideQuest Dark Zone. Het enige wat ik eigenlijk nog wil checken is dit als laatste. En daarvoor gaan we fast travelen naar dit gedeelte. En dan dus even ontdekken wat nou deze laatste echt missie tussen aanhalingstekens is. Die 5000 XP geeft. Statusrapport van Virus 5 geeft. En that's it. De afronding van de game gaat hier nu gebeuren. Dus we zullen het zien, jongens. Zo, daar zijn we dan. Onbekend signaal op 200 meter. De afsluiting van de Division Let's Play. Wel vet dat ik hier naartoe ben gefast-traveld, want dit is eigenlijk gewoon de plek waar de game begon, waar mijn serie begon. En daar zullen we nu ook meteen de serie afsluiten. Ik weet ook niet of de makers dat bewust hebben gedaan, of ze hier hun laatste missie bewust hebben geplaatst. Zodat eigenlijk elke speler hier zou terugkeren en dan zou denken, hey, hier was ik in het begin en hier ben ik op het eind. Maar we shall see, jongens. Wat is dit voor missie? Wat doen we hier? Wow, paarse gordijntjes, hoerenkast. Onderzoek het onbekende signaal. Wow, what the fuck is dit voor vreemde shit? Oh, naar boven kunnen we. Een rare plek is het, zeg. Mysterieuze afsluiting van de let's play. Active echo beacon detected. Wow. What the fuck is dit? Ook zo dicht bij het begin van de game. Here I am, Aaron Keener, the first wave's prodigal son. Normally I'd do this face to face, but I'm not 100% sure which way it'll jump. You act one way when Ms. Lau is watching, and another way entirely when you're off the leash. That's an interesting contradiction. You see, I think that deep down, you get it. You know, the old rules, laws, governments, those things died on Black Friday. But the feral PMCs, the convicts, the ones smart enough and good enough to take what they need, they'll survive. Me? I'm gonna prosper. Oh, you could too, but you took an oath, right? You got a duty. Those are both ways of saying that your conscience is fucking you. You ask yourself, who has earned a right to tell you what to do? Do you know how many agents died? To hold the Dark Zone, just for the brass to give up and put a wall around it. You don't believe me? You should check the place out for yourself. But the people you're working for, they're irrelevant now. Amherst changed how the game is played, and I have got the vision to win. I got Chernenko, I got a DNA printer, and a very interesting recipe book. I'm gonna write my own rules. You should think about getting in on this thing. I'll be seeing you. Agent, the information you found in that lab was the crown jewel. I think we can break this thing now. But we've got some more information. A voice from the grave. Listen to what Amherst has to say. What you're looking at is the smallpox virus, one of the deadliest pathogens on the planet. For centuries, it did a wonderful job of helping keep the human population in check. But times change, and sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like, say, speeding them up a little bit, making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal.
I didn't come up with the approach on my own. My friend Vitaly is one of the pioneers in the field, and the idea has been around for years. Genome as data. You see, once we digitized DNA, we made it infinitely mutable. We could do 1,000 virtual variations in the time it used to take to grow a one lab grade generation of pathogens. And we could pick the best, most lethal combinations and make them real. That's how you make a killer virus, you see. Mix in genetic code from other diseases, and you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality rate. I'm not sure my green poison is going to quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the greed that drives the technology. But a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. Now, my virus is going to do what nature's always done. Decide who lives and who dies. And if nature decides I die, then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest. Helped along by a little unnatural genetic manipulation. It's all data, really. Life's just a method of processing it. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If, by some miracle, you survive green poison, then nature's decided you deserve to live. The rest of us shouldn't and won't. Godspeed. I'll see you in hell. What the fuck? Dit was zo vet. Damn. Dat is nog eens een einde van een let's play. Of niet soms? Dit was hem jongens, de let's play van The Division op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de story, dat het hem allemaal een beetje op zijn plek valt nu. Dat jullie het allemaal snappen. En wat dus de reden achter het virus was en hoe dat is gecreëerd. En ja, volgens mij was dit een heel erg origineel en tof verhaal. De volgende part zullen alleen Dark Zone streams worden. En waarschijnlijk de trofee die ik ga behalen. Oftewel de Platinum Trophy. De Road to the Platinum Trophy. En ja, dat was hem jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik wel. Laat je like achter. En tot de volgende video's die ik maak op mijn kanaal. Later.